En het is vandaag zaterdag. En Bella die heeft een klein vraagje aan jullie. En ze durft het niet voor de camera te zeggen. Maar wel vinden jullie allemaal zo lief. Want ze heel graag wil dat jullie abonneren en op een belletje klikken. Ja? Was dat goed? Dan zeggen we. Ja. Kan je nog? Nog een keertje? Ja. Ziet ze? Ja. Ik kwam er net achter toen ik de benen aan het poetsen was. Heeft ze hier. Je ziet het misschien al een beetje. Kijk, dit kun je zo afhalen en zit daar allemaal bloed. Ja, maar dat is er vratje of iltvrat of ja. Het heeft een of andere naam. Dus je hebt zitten plukken. Zal genoeg zo hoor, laat maar gewoon zitten erachterop. Echt? Ja, dat ga ik niet. Sorry, Polly. Ik ga ook wel van haar de borstel heen halen, opzalen en ga ik rijden. Heb jij een chique dingetje eraan? Chique dingetje waaraan? Oh ja, dat is een standaard. Ja. Goed. Nou, maar. Ik heb nieuwe laarzen. En ik heb heel erg blaren volgens mij. Dus ik kan er echt niet meer normaal mee lopen. En kijk, ze zijn nu al vies. Maar ze zijn dus blauw met blauw en blauw. Ik denk dat ze blauw zijn. Ja. Zondag. En, oh wacht, ik ben één dingetje vergeten. Jongens, kijk, we hebben een nieuwe lamp. Mijn moeder is heel erg blij mee. We hebben een oude camera. Ja, het is een camera, ja. En daarvan hebben we de accu. En ik snap nog steeds niet hoe mijn vader zo die accu boven water heeft getoverd. Kijk dan, dat is niet normaal dit. Zo. Oh ja, ze is wel beter licht. Dan ben ik alsnog aan het vloggen, jeetje. Kijk hierachter. Daar. Ja, daar zie je een lampje ook. Hè? Ja. Dus. Ik heb laatste prijsjes gehad bij Talent. Dus de Talent zijn van de Go Social met mijn Floor. En toen heb ik paardenmuffins gekregen. Deze horse muffin box. Ik had vorige keer had ik een roze en nu heb ik een groene gekregen. Zo, ja, lekker licht. En ik ben nu bezig. Ze zitten nu niet open. Maar dus, ik vergeet dat op één ding. Dan moeten jullie even kijken. Ik moet mezelf eerst ook even omdraaien. Dus ik ben zo terug. Ik vergeet altijd één ding. Het is super leuk om paardenmuffins te maken. Maar. Dit is een maar. Je bent altijd zo creatief bezig. Je vergeet je omgeving. Laat het even zien. Kijk. Hier zat ik. En daar heb ik gewerkt. Kijk, mijn weegschaal is helemaal overhoop. Hier ligt mijn lampie. Zo stuk. Hoesie van een lampie. Hoesie, vlogcamera. Zakjes. De vieze kom. Water. Recept. Allemaal dingen. Maar wel een mooi kaarsje. Echt, het zit hier al om helemaal viezigheid. En wie moet dat gaan opruimen? Diegene die nu in de spotlight staat. Dus, yay. Ik ga los opruimen. Kijk hoe schattig dat groot is. Komt voor mij even heen. Kijk, mijn broer en ik waren vroeger schattig. Nu niet meer. Nu is hij 20 en ik 10. Oh nee, hij is bijna 20. En. Oh.
dan zijn we niet meer zo schattig. Oké, sorry mama als je dit ziet. Ik ga even op de tafel staan. Oh wow, ik ben echt groot. Kijk, de lichtje opschijnen, zo. Kijk, schattig Tessa, met mijn oorbelletjes in, die ik nu, waar ik er nog maar eentje van heb. De andere die is helemaal scheef. Mijn broer met zijn beugel. En mijn lange haar. Ga maar in. En die is gedaan. Jullie hebben net waarschijnlijk al gezien dat ik met de reststukjes ook bezig was. Dat ik daar ook gewoon iets mee deed. Wacht, ik zet hem gewoon weer hier neer. Kunnen jullie dit wel een beetje zien. Ik vind het zonde om dit weg te gooien. Want ik had het gewoon over. Ik had alles. Dus wat er nog over was, heb ik in de kom gegooid. En hier. Ik denk dat ik een soort van pakje maken. Want ja. Mag niet. En dan doen we een beetje appel bij. Ja, appel bij. Dan kan ik het even. Ja. Ik heb twee verschillende. Ik heb er eentje met zeep. Die kun je altijd bijpakken. Ik heb er eentje met kaneel en zeezout. En gedroogd appelstukjes. Maar ik heb er ook eentje met. Kijk, dat is die apple, muffin apple tree. Als ik het goed uitspreek. Daar zit. In, dus dat is van gedroogde appelstukjes, kaneel en zeezout. En dan heb je ook muffins, Harry Bean. Hey, ja, hey. Hi. En dan heb je met een kruidenmix, goudsbloem. Ja, en allebei zit spelkaneel en natuurmix. Natuurmix, ja, dat is lijkt een beetje op een. Als je het ziet, dan heb je het. Dus ik ben nu bezig om deze appel te snijden. Als jullie dit ook doen, doe voorzichtig. Kijk, ik doe ook wel voorzichtig. Dus als jullie horen, komt mijn mond er nu aan. Ik ben heel voorzichtig. En short. Oké, dus deze doe ik open. Ik heb ook een paardtaart gemaakt. Die was voor Dierendag. En toen had ik het voor Bell's Box gedaan. En ja, dat ging minder goed om wel alles proberen op te eten. Dus hier is het nu wel iets makkelijker. Want Alice kan hier niet komen. Die kan alleen beneden komen als hij uitschiet. Nog een seconde. Zo, er zitten deze appelstukjes er ook in. Sst, niet tegen mijn vader te laten, ik vind het zonde.
vandaag op de manege springen als het goed is. Ik doe daar niet aan mee, want Bella kan heel goed springen hoor. Alleen, ze moet het eerst nog even een beetje leren. Maar deze video gaat heel lang worden, want dit komt waarschijnlijk in de vlog. Dus ik ga even zeggen veel plezier met verder kijken. Ja, dan zet ik de kraan uit. Oh, trouwens, ik bedenk me ineens weer. We hebben jullie allemaal aan de Go Social Party. Wat een hartstikke leuk daar. Want we hebben allemaal steentjes. En het is echt daar heel erg leuk gaat er worden. En er komt een special guest. En alle paarden YouTubers. En waarschijnlijk komen ook alle paarden. Dus kom, koop alsjeblieft je kaartjes. Want dan kan je mij en mijn moeder, Kim. Ontmoeten. En ik zou het zo leuk vinden als ik jullie gewoon in één keer allemaal kan ontmoeten. En dan kunnen we op de foto, dan weet ik niet. En waarschijnlijk zijn er ook heel veel kindersteentjes of kinderhoeken. Dat zou wel erg leuk zijn. Volgens mij heel blij met een nieuwe lichtje. Dus gaat ze mij maar filmen. Sneeuwlichtje. Nee, het is meer dat anders kan niemand meekijken met wat je er allemaal aan het doen bent. Kijk, nu zien ze tenminste wat. Ben je aan het doen? Ik sta te lekker. Wat ga je zo meteen. Oh, dan ben je overbelicht. Zo, dat is beter. Ja, wat ga je zo meteen doen? Bella losgooien. Wat zeg je? Bella losgooien en logeren. Het
Ik denk, waardoor word ik verblind? Hallo, bel. Hallo, darling. Oh, de man. Wat is net zo mooi ingevloed, de schat. Kom. Zo, we zijn een kort rondje buiten om aan het doen. Gewoon is toch, ik wil zeggen dat ze depressief aan het worden is. Maar ze was iets minder blij. Ze was wel blij, maar niet helemaal blij, denk ik. Dus ik neem haar even mee buitenom. Even opletten vooral, goed zo. En dan wel kort, want ik hou toch maar rond die 10 minuten, kwartiertje. Maar zo heeft ze wel even een andere view. Ik kan ze even ergens anders naar kijken. En zoals je ziet, doet ze dat ook. Ik heb niks gezien, ze struikelde één keer. Maar ja, we struikelen allemaal wel eens. Maar qua instap en dan kreukellopen zie ik niks. Maar toch hou ik het nog wel even vol. Wacht. Zo, lekker gewandeld. Ik ga dan even een beetje afspuiten, want ze is een vies. Dan moet ze alweer een stootje in. Maar goed, buitenom leek wel lekker worden. De spuitplaats is vernieuwd. Een heel nieuw vloertje. Ziet er wel heel keurig uit zo. Lekker hoor. We moeten even checken of alles nog wel oké is hier. Dat is natuurlijk ook wel gek de spuitplaats ineens. Ja, is die goed gekeurd? Kom. Ga buiten rijden, want het is ook belangrijk. Nou, het is ook fijn als je pony ook gewend is om in de winter een buitenritje te maken. Wat ga je doen? Ik ga Mand? Ik heb zin in. Zin in? Ja. Goed zo. Doei.